De 14e wedstrijd om de KPN Cup werd gehouden op een hele bijzondere locatie, namelijk het Olympisch Stadion. Sinds 1928 al het sportieve middelpunt van Nederland, maar dit was pas de tweede marathon die werd verreden. De winnaar van 4 jaar geleden, Bob de Vries, was er niet bij, want hij rijdt morgen natuurlijk de 5 kilometer op de Olympische Spelen. Wel daarbij de klassementsleider Sjoerd den Hertog en ook de jongere Evert Holwerf. De wedstrijd leek een beetje op slot te zitten. Veel aanvallen, maar niemand kwam weg. Tot 50 ronden voor het eind ging een grote groep wandelen, zoals dat zo mooi heet. Aantal rijders sloten aan en dat beloofde een spannende finale te worden met onder meer Evert Holwerf en Kerry Hekman. Zou dit dan de sprint worden waar zo lang op werd gewacht? Hier de aansluiting, daarna de finale, de laatste 10 rondes. Holwerf aan de leiding. Leider in het jonge klassement kan hem niet meer ontgaan. Ja, het lijkt erop dat hij een beetje kiest om het een beetje te controleren. Hij gaat nu toch naar buiten. Hendricks aan de binnenkant. Ik denk nu wel een beetje aanvallen. Snoep komt erbij, Holwerf reageert. Ja, en dat is mooi voor Stroetinga. Stroetinga die zit achter Hekman. Ja, lekker uit de wind. Dat is duidelijk. Het is een moeilijke sprintje. Dan moet je natuurlijk al... Je finale heb je een wind tegen. Dus ik denk dat het zaak is om zeg maar laat aan te gaan. Ja, dus dat je wind mee aangaat. Maar dan hebben 3 man nu gekozen voor Kerry Hekman. Ja, Arjen schokt toch een beetje denk ik op zijn sprint. Ja. We gaan zeker nog wel een demonage zien. Ja, bouwtechniek kan zich toch niet zomaar naar de finish laten brengen. En toch kiest Evert een beetje voor een soort van controlerende rol. Dus blijkbaar gaan ze toch voor Arjen Strut gaan kiezen. Bart de Vries. Net nog met zijn handen op de knieën. Ja, dan moeten ze er nu achteraan. Holwerf doet dat. Die Stroet schuift ook naar voren. Oh. Ja, Pim Kazemier, hè, is natuurlijk een jongen die jarenlang lange baan heeft gereden. Kan sneller onderzaaien. Ja, zeker. Een technisch hele goede schater. Prachtig verhaal heeft hij over het bedrijf. De boerderij waar hij straks wil gaan werken. Aanvaller Mats Stoltenborg, samen met Arius. Ja, die krijgt Arius mee. Nou, nu moet Evert, gaat nu het initiatief nemen om dicht te rijden. Ja. Toch Lijkt het erop dat ze Stroet een beetje in de luw te zetten? Ja, je ziet wel aan Stroet gaan dat hij wel echt een beetje zijn eigen finale wil gaan rijden. Niet in het wiel van Gary blijft, maar een beetje zijn eigen weg zoekt. Ja, 6 rondes zometeen nog te gaan. Ja, die komt hier ook vandaan, hè? Mats Stoltenborg. Als hij naar zijn slaapkamer keek, raam kijkt, dan ziet hij het Olympisch Stadion vanuit Hoofdorp. De vlam, ja. Ja, brandt nog steeds. Ik vond dat Gary het ook al een beetje zwaar te hebben. Hoeveel is er nou altijd een toneelspel in zo'n finale? Mensen die... Kijk, hier is hij. Hij brandt nog steeds. En wie maakt zijn Olympische, mini-Olympische droom zometeen waar hier? 5 rondes nog te gaan, Christoffel Hendricks. Je ziet nu wel een klein breukje in de kopgroep. Ingmar Berger die nu... Je moet achter de Holwerf houden. Je ziet wel, het breekt wel weer bij Struttiger en Hekman. Hendricks die nog steeds Port of Amsterdam. Laat kijk. Zien. Hekman moet nu Struttiger even... wachten, gewoon gokt. Hup, ze sluit mooi aan, hè. Arius. Arius, ja, dit is een goede en slim aanval. Arius met Kazemier. Holwerf reageert. Ja, Holwerf moet nu wel reageren. Dit is gewoon een sterke... eigenschap van Arjen, die gewoon een goed moment al weet om aan te vallen. Kazemier kijkt, oh, die neemt niet over. Nee, die kan niet meer. Ik vind Holwerf heel sterk, hoor. Maar smijt hij niet te veel met zijn krachten. Toch is... Hij gaat gewoon door, hè. 4 man. 4 man op dit moment. Met Holwerf, Arjen, Kazemier en Schouten. En daarachter wordt gereden door zijn ploeggenoten. Toch, Hekman die heeft het gewoon niet heel breed hoor, want die gaat er nu al een soort van af. Stroet gaat blijven erachter zitten. Ik weet niet of dat nou de meest verstandig nee. Hij moet... Nee, hij schudt, hè? Hij schudt, nee. Ga gewoon naar voren, Stroet. Hè? Ja, maar dan moet je ook nog even... Ja! Zie je, Hekman heeft kramp. Hekman oud. Hekman heeft kramp. Zonde. Zien we toch iets te vaak dit seizoen, dat dit... Als het moment dat hij het zou kunnen... Is het Bart de Vries nu die buitenom komt? Bouw en techniek. Struttiger gaat vroeg aan. Struttiger gaat nog heel vroeg aan. Ja, schuif naar voren.
Holwerf is het. Oh, en hij komt hier voorbij. Kerkman heeft het niet makkelijk. Jammer. Hier is het De Vries. Bart De Vries. Gaat weer af eentje op zijn knie. Even het Holwerf erachter. Ariens er ook bij natuurlijk. Ingmar Berghaar erbij. Oeh, wie gaat het doen? Bart De Vries die wordt bedankt nu. Wel voor Holwerf. En Snoek, hè? Snoek komt buitenom. Snoek gaat buitenom. Stroetinga zit opgesloten. Stroetinga gaat heel mooi mee. Oh, dan is het Snoek. De man uit op koude. Hier vlakbij. Ik denk dat Stroetinga hem heel dik gaat doen. Ja, Stroetinga die gaat in één rechte lijn vandoor. Snoek die denkt, ja. Heel makkelijk. Die gaat niet meer. Dan komt hij aan, hoor. Heel makkelijk. Stroetinga. En dit is een mooie. Die kan hij bijschrijven. En dan gaat hij denk ik met hele grote hoofdletters doen. Dames en heren, de winnaar hier in de coolste baan in Amsterdam is het Arjan Stroetinga. Ja, en hij is er blij mee. En op het podium, Snoek en Ariens. Ja, Snoek is daar ook blij mee natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ja, vrij indrukwekkende overwinning. Ja, jij zei het terecht. Hij kiest zijn eigen pad. Hij gokte eerst op Hekman. Zag dat het niet ging. En nu niemand op de foto. Toch wel een merkwaardige einde van Gary. 28-1 was de laatste ronde van Arjan Stroetinga. Die hier natuurlijk door Lambert wordt gefeliciteerd. Goed dat je er bent. Het is koud, dus we houden het kort. Maar wat een mooie overwinning, wat een fantastische sprint. Ja, zeker. Gisteren reed ik ook al goed, maar hij heeft me een beetje opgehaald. Dus vandaag overdreven zich helemaal op, dus dat was echt perfect. Je gaat op de bel, je bent over de streep en je kijkt om. Je ziet een gat van zeker 10 meter. Ja, ik denk rij eerst maar door tot de streep en dan kijk ik wel eens, want ik zal maar net te vroeg gaan staan. Hoe is het onderweg? Want het is nu koud, veel wind. Was het moeilijk? Was het zwaar? Nou, ik vond niet echt zware koers, want in peloton je rijdt zo mee. En, alleen moest even dat gaatje dichtrijden, maar oké, die reed het gewoon eigenlijk voor me dicht. Dus dat was ideaal. Had je je zinnen gezet op een overwinning hier in deze omgeving, deze entourage? Nou ja, zeker. De sfeer is top. Dus een overwinning is een overwinning. Dus waar maakt eigenlijk niet zoveel uit. Was het 4 jaar geleden niet Bob hier? Ja, volgens mij wel, ja. Mooi opvolger. Zeker. Ga lekker naar binnen, man. Dankjewel. Dank je.